De eerste grote onderhoudsbeurt Staatsolie Raffinaderij. Staatsolie heeft de raffinaderij te Tutlivo uit bedrijf genomen voor de eerste turnaround, oftewel grote onderhoudsbeurt. De onderhoudsbeurt vond plaats op woensdag 12 februari. Deze is de eerste sinds de nieuwe raffinaderij in 2015 in gebruik is genomen. Voldoende brandstof is opgeslagen voor verkoop aan de pomp. Retailer en dochtersmaatschap GoToEnergy Suriname NV zal indien nodig importeren om gedurende de TA de beschikbaarheid van olie aan de pomp te blijven garanderen. Het volledig bericht kunt u lezen op www.deboodschap.today. www.deboodschap.today.